Veel succes, Polly. Hoe krijg je een doorgang waar ieder van zichzelf staat dat ze in het jaar 2022 nog zomaar kan plaatsvinden? Er wordt kledij, geld en allerhande materialen ingezameld om de slachtoffers te helpen. Wat zou jij kunnen doen als een potentiële nieuwe Miss Exclusive om je steentje bij te dragen als hulpverlener voor de mensen in nood? Ja, inderdaad. Zoals we allemaal weten is er momenteel een oorlog aan de gang tussen Oekraïne en Rusland. Die eigenlijk is ontstaan tussen de al lange strubbelingen tussen Rusland en het Westen. Je kunt altijd natuurlijk heel veel vluchtelingen die van Oekraïne naar overal in de wereld, Europa gaan, ook naar België. Dus ik denk dat het wel een idee zou zijn om iemand van de vluchtelingen op te vangen, om grondstoffen te verzamelen voor die mensen. En ik wens die mensen in Rusland, zowel als Oekraïne, alleen maar het beste toe. Ik hoop dat we naar het verleden kunnen kijken, leren uit onze fouten en het beter maken voor de toekomst en voor die generaties. Dankjewel, Pauline. Ja, de volgende die mag ook voorkomen. Paula, jij hebt de microfoon op, maar ook jij hebt een vraag voorbereid voor de volgende. Veel succes. Dag Axel, als jij voor één dag leerkracht zou mogen zijn, welk vak of onderwerp zou jij die studenten willen aanleren en waarom? Dankjewel voor deze vraag. Als ik één dag leerkracht zou mogen zijn, dan zou ik kiezen voor het vak Nederlands. Omdat ik vind dat we nog steeds in België wonen en dit een belangrijke taal is. Ik wil dan ook graag iedereen helpen die nu ook van Oekraïne en andere landen in de wereld tot bij ons komt, om toch de taal machtig te worden en hen zo te kunnen verder helpen aan een job en een verder mooi leven in België. Dankjewel. Dankjewel. Annelien, de microfoon mag weer doorgegeven worden. Ook voor jou heel veel succes, Daphne. Ga je gang. Goedenavond, Daphne. Wat is voor jou de definitie van een mooie vrouw? Iedereen is eigenlijk een mooie vrouw. Elke vrouw die zich mooi voelt, is ook gewoon mooi. De schoonheidsidealen zijn eigenlijk zo goed als uit de wereld voor mij. Want iedereen is welkom in onze maatschappij en dat moeten we gewoon omarmen en aanvaarden dat iedereen mooi is zoals die is. Dankjewel. Dankjewel Annelie, dankjewel Daphne. Dimitri, microfoon even mee opschuiven. Ja, de volgende. Annelie, mag jij naar voren komen. Veel succes ook voor jou. Ga je gang, Dimitri. Goedenavond Annelie, je straalt. Dankjewel. Oké, mijn vraag voor jou luidt als volgt. Hoe zou jij een cynisch persoon aantonen dat de missenwereld een wereld vol women empowerment is? Wel, dat is ook het enigste podium waar jullie naar ons vrouwen moeten luisteren. Verplicht zitten jullie hier en hier staat ook een vrouw die naar jullie een boodschap toespreekt. En women empowerment is heel belangrijk, want als wij als vrouwen elkaar helpen, zullen we de sterkste ras zijn de wijze. Dus. Ja. Waarom dat al niet, hè? Dankjewel Dimitri, dankjewel Tamarie. Christophe, microfoon weer. Dank Christophe. Ja, veel succes. Daar gaan we. Ik heb een ongelooflijk belangrijke vraag voor u. Wat is volgens jou het grootste misverstand rond misverkiezingen? Dat is een moeilijke vraag. Sorry. Dat is wat ik doe. Het misverstand aan misverkiezingen is misschien wel als de mis gekroond wordt, dat meestal, dus eerst wordt de mis gekroond en dan de eerste eredame. Maar ik hoop dat dit jaar eerst de eredame wordt gekroond en dan pas de mis, zodat deze ook haar eer heeft. Dank u wel. Oké, dus we zien wat de organisatie daar aan kan veranderen misschien. Hè? Goed, Melinda, dan. Het is aan jou om een vraag te stellen. Succes ook aan jou natuurlijk. Goeiedag, Jan. Axel, dit is Valentin. Wat zou jij... Dit is Valentin, dit is Valentin. Ik heb een vraag voor Axel. We gaan gewoon het rijtje af, dus dat maakt niet uit, dat maakt niet uit. Ze weten de vragen toch niet op voorhand, dus dat is niet belangrijk. Goedenavond, Valentin. Goedenavond. Wat zou jij zeggen tegen een jong meisje die vanavond naar de finale show aan het kijken is, maar te onzeker is om zelf mee te doen? Ik zou zeggen, je moet zeker niet onzeker zijn.
Je bent wie je bent en dat is goed. Geloof in jezelf en ga op je doelen af. Je kan alles bereiken, zolang dat je maar ten volle ervoor gaat. En als het echt je droom is, zal dat ook lukken. Voilà. Goed, Valentin. Dankjewel, Belinda. Sarah, tussen jou en onze volgende kandidaat. Hallo, Bashana. Goedenavond. Zeg eens, waarom zou jij vanavond Miss Exclusive moeten winnen? Wel, omdat ik vind dat iedereen zijn dromen moet achterna gaan. En ik ben een voorbeeld daarvan. Vroeger ben ik enorm hard gepest geweest. Ik heb heel veel traantjes gelaten. Ik had nooit gedacht dat ik hier vandaag zou staan. Ik ben super trots op dit moment en dat ik hier mag staan. En zo'n boodschap wil ik doorgeven aan iedereen thuis. Geloof in jezelf, want dromen kunnen echt uitkomen. Dus als ik vanavond Miss Exclusive word, dan wil ik graag iedereen motiveren en stimuleren om een droom achterna te gaan. Dank u wel. Mooie dames hebben wij hier op dit podium, denk ik zo. Martien, Tisse en Jan. Je hebt ook een vraagje voor ons, Camille. Dag Camille. Ik heb een vraagje voor jou. Hoe voelt u? Super. Echt hoor? Ja, niet te veel zenuwen? Beetje. Een applausje. Ah, okay. Ik ben fantastisch dat je hier staat vanavond. Want het schoonheidsideaal, zoals iedereen het zich voorstelt, daar krijgen we allemaal complexen van. Ik ook als ik 's morgens in mijn badkamer sta. Dus bij deze, ik ben al bij de ouder. Dus ik ben heel blij dat je je goed voelt. En ik wou gewoon eens weten van jou, hoe voel jij je na alles wat corona heeft aangedaan bij de mensen en wat zijn volgens jou de gevolgen hiervan? Ik denk persoonlijk, tijdens de periode van corona, wanneer iedereen thuis moest zitten, dat we ons allemaal een beetje eenzaam hebben gevoeld. Nadat deze periode voorbij is gegaan, denk ik dat we de toenadering tot elkaar hebben teruggevonden en terug meer zijn gaan genieten van de kleine dingen en de momenten samen. Absoluut. 100% gelukkig. Dankjewel. Dankjewel, Martien. Jeroen, je hebt de microfoon, toch? Ja. En jij hebt ook een vraag voor deze jonge dame? Ja, helemaal. Succes. En een hele goede vraag. Een apart toilet voor transgender vrouwen. Het is al jaren een topic waar dat heel veel discussies rond bestaan. Ik weet niet waar, niet bij mij thuis. Want bij mij thuis, mijn toilet is open voor iedereen. Maar wat is jouw opinie over en waarom? Ik vind het eigenlijk jammer dat ze nog altijd het onderscheid maken tussen een vrouwentoilet en een heertoilet. Want als je een transgender bent, vind ik het eigenlijk jammer dat je niet je eigen toilet kan kiezen, omdat je altijd je eigen bent. En ik vind het echt jammer. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, joh. Dan gaan we naar de Carrot Sisters. Janet, je hebt ook een vraagmicrofoon. Ja, die heb je ondertussen ook. Ook veel succes aan jou. Ga je gang. Goedenavond. Hallo. Heb je plezier vanavond? Absoluut. Ik zie het aan. Op welke manier kan volgens jou technologie een meerwaarde bieden voor het milieu? Ik denk dat technologie een meerwaarde kan bieden in de vorm van sociale media. Sociale media is een enorm krachtig platform waarop wij een hele grote stem kunnen uitbrengen voor iedereen, voor zoveel jonge kinderen, jonge tieners, maar ook gewoon onze oudere generatie. Iedereen zal het horen en ik vind het enorm belangrijk dat we dit blijven delen, blijven supporten. Sociale media is de nieuwe technologie. Bedankt hoor. Dankjewel. Ja, dan mag de microfoon gewoon aan je zus doorgeven. Jennifer, ook jij hebt een vraag voorbereid? En ook aan jou veel succes natuurlijk, hè, zoals alle anderen. Goedenavond aan jou. Goedenavond. Wat straling vandaag, mooi. Dankjewel. Mijn vraag aan jou is, de miswereld kent een enorme evolutie. Vandaag de dag is er een grote verscheidenheid tussen de kandidaten. Zo zien we onder andere vrouwen in een rolstoel, vrouwen met hoofddoek, transgender en plus-size dames op het podium stralen. Op welke manier zie jij de meerwaarde hiervan? Voor mij is iedereen gelijk. Ik denk dat we verder moeten kijken dan enkel het uiterlijk, net zoals bij de discriminatie. Verder kijken naar kleur, origine,
Echt, ja, uiterlijk. Iedereen is mooi op zijn eigen manier, of dat je een maatje meer hebt of een maatje minder. Ja, ik vind het prachtig dat tegenwoordig iedereen kan deelnemen en dat die ja, enkel de slanke dames, dat dat verleden tijd is. Dat iedereen zijn kansen krijgt, iedereen is gelijk. Mooi gezegd. Dank je. Ja, inderdaad, mooi gezegd. Selina, dan is het aan jou om even je ding te doen. Zet je maar snel naast mij en we luisteren met heel veel plezier naar jouw vraag. Goedenavond. Eerst en vooral mag ik zeggen dat ik heel blij ben dat ik hier mag zijn vandaag. Maar nog belangrijker dat ik 23 dames zag staan die aan het genieten waren op het podium van de grootste verkiezing in België. Dat is fantastisch. Ik zie dat je ook geniet. En dat is uiteraard zo'n bedoeling. Stel dat je vanavond uiteraard zou gekozen worden tot Miss Earth Belgium. Ja? Wat zou jouw doel zijn? Waarvoor zou jij dan staan? Wel, het is zo. Ik heb gevoetbald heel lang. Momenteel zit ik in een blessure. Maar het is ook, daarnaast werk ik ook op het parket in Leuven. Dus ik heb wel aangeleerd om met een kritische blik naar de wereld te kijken. Als ook probleemoplossend te denken. En vandaar dat ik ook de oceanen, plastiek, de vervuiling in de oceanen en de zee wil aanpakken. Omdat toch het grootste, ja, de oppervlakte van onze planeet en de aarde ja, toch water, oceanen bezit. En vandaar dat ik toch wel de kinderen wil aanmoedigen om voetbalspellen te organiseren, kinderen aan te leren om toch wel het mooie te zien aan de kustlijn. Dus ik zou daar graag heel veel over gaan bijleren, daar wordt veel te weinig over gesproken. Dankjewel voor uw vraag. Dankjewel. En Valérie, je bent de laatste bij de jury. Maar je bent ook de laatste voor je vraag. Dat is niet leuk, hè? Zo de laatste altijd. Maar de laatste zullen de beste zijn, zeggen ze. Dus we zullen dit maar in het achterhoofd houden. Valérie, ga je gang. Volledig mee eens. Hoe zou jij onze generatie, gestapt op oudere generatie, ben ik dat het een beetje discriminerend is, hoe zou jij die generatie in onze maatschappij kunnen overtuigen om hun jarenlange gewoontes te gaan veranderen naar milieu bijvoorbeeld? Ik ben zelf kleuterjuf en ik heb net een thema uitgewerkt rond reuse, reduce en recycle. En via deze weg wil ik de kindjes motiveren om toch te recyclen en dingen te hergebruiken. Bijvoorbeeld naar de bibliotheek gaan, naar de kringloopwinkel gaan, want die groeien sneller kunnen leren, dus die kunnen rap iets terugdoneren. En ja, dat is nog niet wat ik wilde zeggen. Dankjewel.